Saas zetten ze in januari dit jaar als jongste rieslid van Nederland nog uiteen in de Ljouwerter Rie. Het politieke avontuur is na Joert Liekwoos alweer oer van de 18-jarige Britt Hendricks. Ik wil graag de focus leggen op mijn studie, omdat ik het raadswerk wil ik niet half doen. Ik vind dat mijn fractie en mijn collega raadsleden ervan op aan moeten kunnen dat ik werk op maat lever. Dus vandaar dat ik nu dit besluit heb genomen. Jong, sexy, ambitieus en vol ideeën. Britt Hendricks, wie een opvallende nijkomer op de Partij van Arbeid-list in Ljouwert. Ze stiet op het zandenplak van de list en helle 354 vakkaars stemmen. Partijprominenten droegen haar op handen en hingen het oer het talent van de toekomst. Maar in Jochemwanne is de realiteit dat ze de riersperiode van Fjouwer hier net vol meidjes zil. Kiezersbedrag wil Hendricks het Liekwoos net nemen. Dat ik nu stop, dat wil absoluut niet zeggen dat ik in de toekomst niet ga terugkeren als er ooit weer een plekje vrijkomt nog deze periode. Maar ik acht het nu gewoon verstandig dat ik de focus gewoon leg op voldoende bagage opbouwen om die combinatie succesvol te laten zijn van de studie en het raadslidmaatschap. Waarom zou je het niet kunnen combineren? Omdat ik nu gewoon merk dat mijn studie meer tijd van me kost om het raadslidmaatschap daarmee succesvol te combineren. Dus dit is gewoon een weloverwogen besluit. Hendricks haar verschijning zwaarig het voor een soort reacties. Ze hellen de studenten landelijk het nijs als Rietsbeep van Ljouwert. Maar ook privéproblemen en haar uitgaanslibben waren op populaire sites als Geen Stijl breed uitmetten. Zelfs zei ze dat dit net meespelen had in haar besluit om er nou mee op te houden. Het is altijd waar dat als je op het moment dat jij een publieke functie vervult, dat je onder een vergrootglas ligt en dat er van jou geacht mag worden dat jij je naar behoren gedraagt. En dat heeft in deze geen parte gespeeld. Want ik vind dat elk raadslid goed moet functioneren. Ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen op het moment dat het niet lukt. Dus nee, dat heeft in deze geen parte gespeeld.